zorgt voor heel de schepping. En uw hand vertroost mijn ziel. Van de einden der aard tot het diepst van mijn hart wordt uw eeuwige trouw gezien. U roept mij in uw liefde om heel dicht bij u te zijn. Vol aanbidding, want u schiep de mens tot uw eer en uw heerlijkheid. Dagteksten, maandag 13 mei 2024. Jeremia 31, vers 16. Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des Heren. Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des Heren. Jeremia 31, vers 16. Het leerwoord gehaald uit Johannes 16, vers 22. Jezus spreekt: Gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Jezus spreekt: Gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Johannes 16, vers 22. Barmhartige Heer en Heiland, onze trouwe vriend die in de hemel woont, van wie wij oprecht kunnen zeggen: mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Dank u, Vader, wij zijn het werk van uw handen. En u troost ons, zoals u uw volk Israël getroost heeft. Dank u, Vader, dat een ieder die berouw toont, bij u mag komen en mag weten dat ze getroost worden, niet alleen, maar dat u voor hen zorgt, dat u zorgt voor uw schepping, dat we naar u toe mogen rennen als we bang zijn, als we moe zijn, als we verdrietig zijn, want u droogt onze tranen. U verbindt de wonden. Vergeef ons als wij, wanneer het ons zo goed afgaat, niet denken aan de gevolgen wanneer wij u de rug toekeren, wanneer het kwaad in de wereld toeslaat. Maar wij weten dat we bij u mogen komen. Wij weten dat u ons troost en u ons die toekomst belooft, wanneer wij niet meer verdrietig zullen zijn, wanneer er vreugde zal zijn, een hoop die zeker is voor elk een, meer nog voor de bedroefden, voor de ellendigen, voor degenen die ziek zijn, voor degenen die niet weten hoe ze meer moeten uitkomen. Ze zoeken naar een baan. U heeft het voor hen klaar liggen. Dat zij dat mogen geloven, omdat u harten aanraakt. Uw geest gaat waar wij niet kunnen gaan en u opent deuren. Zo opent u de deuren van onze harten als wij liefdevol naar u toe komen. Als wij knielen voor uw troon van genade, als wij uw werk hier op aarde doen. Elkaar dienen, elkaar liefhebben, omkijken naar elkaar. En zo wil u ons vandaag bemoedigen, dat wij tot u mogen komen met onze geliefden. En waar we ook voor staan, wat er ook misgegaan is in ons leven, u strekt uw handen uit. Dat is de Vader die u bent. Geloofd en geprezen zij u, dat we elkaar zo mogen bemoedigen vandaag, omdat u ons dat toestaat. Op deze maandag, de nieuwe werkweek, waar de zon weer is opgekomen. En wij weten dat u verschenen bent aan ons. Geloofd en geprezen zij u, als we ook elke jarige aan u geven, omdat het een voorrecht is om u te kennen, wetende dat u ons die genade schenkt,
Zegen ons, o Hemelse Vader, en gaat u met ons mee, elke stap van de weg. Dit bidden en smeken wij u in genade, om uw Zoon Jezus wil. Amen, ja, amen. Ja, Heer, ik ren naar u toe, als ik bang ben of moe, niet door kracht, nog geweld, maar door de geest van uw Zoon. Ja, Heer, ik loop. Take love.